Boylen. Over Boylen. En ik zag jou gaan, maar je zweet helemaal door de lucht. Hè? Ja, mooi hè. Ja. Ja. Dat is Boylen. Ja? Ja, dat kan. Hij zegt wel dat het voor oude mens is. Ja, hele oude, krakkemikkerige mannetje. Ja. Ja, dat ben jij ook. Ik ben Abraham. Ja, ik ben Abraham. Deze maand, vorige maand, Abraham geworden. Maar toch wel een beetje een soort snelheidsduivel willen zijn nog steeds. Ja, zeker. En dat gaat niet zonder vlag of stoot. Nee, ik zie het, want je hele duim bloedt. Ja, ik probeerde op volle snelheid de Abel Tasman in te halen, want er staat 50 van publiek op. Ja. En dat is goed voor applaus, want ik ben nogal media gehaald. En hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben Abraham, je moet u tegen me zeggen. Dus ik wilde er vol gas langs. Ja. En ik ging onderuit, nou ja, vanavond op YouTube. Ja? Kanaal Gerrit Renooy, let maar op. Ja, ik ging onderuit joh en ik zat klem en ik denk mijn hele arm is eraan gesneden, maar het viel mee. En daarvoor had ik al een paar sprongen gemaakt en dan hoor je zo het publiek helemaal juichen. Dat was heerlijk. Maar tenminste voor mij, ik vond het vrij hoog dan. Volgens Emiel viel dat allemaal nog wel mee. Nou, ik heb vandaag heel hoog gezeten. Ja. Want de wind is met die bui ontzettend toegenomen. Mijn kleinere kite ligt daar, want het was even niks. Ja. Dus pak ik mijn grotere en nou, dat had niet gehoeven, zeg maar. Hoe hoog kom je dan? Ja, zeg het maar, wat is het hoogste denk je? Ja, Emiel komt helemaal niet hoog, ik kan niet. Emiel is talent wat nog ontdekt gaat worden. Ja, hij is aan het oefenen. Ik dacht 2 voor hem, dus geef die jongen ruimte. Nee, ja, meters hoog. Ja? Ja, echt. Nou ja, zo hoog is het topje van een ijzer, van de weet zo'n ding, zo'n zeilbootje, een klein zeilbootje. Abel Tasman heb ik nog niet helemaal. Die is denk ik wel 30 meter hoog. Wat is voor jou de kick? Ja, bijna alles. De natuur, de wind, de actie, de vrienden, alles. Ja? Gewoon een mooie mix, ja. Is het een soort wereldje, een way of living? Bijna wel. Ja, Emiel die staat in de maar jij vindt het wel. Die rode camper die er staat, dat is gewoon een rijdend kitesurf hostel. Die staat daar waar de wind goed is. En daar kan je een nachtje boeken. En hij staat voor jou op afspraak op de juiste plek op het juiste moment. Dus als de wind zus is, dan staan we hier. Als de wind zo is, staan we ergens anders. Ja. Dus die jongen is, ik zou maar zeggen, in de hotelbusiness gesprongen. Maar voor het kitesurfen. Ja. Dus theoretisch kan je hem boeken door te zeggen, joh, we starten hier. En we hebben hier vanochtend ontbeten. En we eindigen in Enkhuizen als de wind dat toelaat. Ja. Dus dan verhuist het Mobile Kite Hostel. Verhuisd naar de plek waar je aankomt. Nou mooi, kan het niet. Dus, en ik deed voorheen gewoon kitesurfen. Ja. Met een gewone plank en dit hydro foilen. Dat gewone kitesurfen is wel verslavend genoeg, want de wind, de zee, de golven, alles is hetzelfde. Maar met de hydro foil is er nog iets extra's bij. Minder wind en meer snelheid. Kleinere kites en een andere leuke actie in ieder geval. En hoe hard ga je? Mijn top is 60,3 kilometer per uur. Ja, kilometer per uur. Ik heb een knopje zitten lopen. 60 kilometer per uur. En wat voor gevoel geeft dat dan als je zo hard gaat? Ja, dat is ongelooflijk. Het eindigt meestal wel in een klappertje hoor. Want dan gaat het water koken rond de vleugels vanwege de onderdruk. Ja. Dus dan krijg je luchtbellen, cavitatie heet dat. Nou, dat is vreselijk. Maar dan komt het zich niet aan op die snelheid. En opeens lig je eraf. Dus ja, het is heel spannend om te doen. En je weet eigenlijk één ding zeker, je gaat eraf en nou ja, en meestal gaat het wel goed hoor. Dus, meestal gaat het goed, maar dat kan niet zoveel gebeuren, maar het kan ook wel eens misgaan. Ja, ik heb dit jaar en vorig jaar 10 hechtingen opgelopen in dezelfde pink, dus ja, 2 keer 5. Oké. Met onhandigheidjes, met pech, het is een wonder dat het zo vaak goed gaat, want ja, er hoeft maar één touwtje te breken en de feest is voorbij. Dan lig je met je toetje in het water. Ja, ja. En zwemmen of je raakt een. Je raakt een iets onder water en die vleugel ligt eraf, ja, dan doet hij het niet meer. En kan je dan echt, gaat het echt pas mis? Nou, afkloppen bij mij nog niet. Nee, maar gaat het wel met mensen mis? Ja, Sensatie. Bloed. Nog meer bloed dan dit? Nee. Nee, ja.
wereldwijd gaat er heus iets goed mis. Maar met kitesurfen aan zich, ja. Ja, daar hebben we wel wat zware ongelukken gehad en doden. Dus, maar dit is dan toch net even iets anders? Dan loop je minder gevaar? Anders gevaar. Ja? Onze kites zijn kleiner. En je ziet nu geen één gewoon surfboard, terwijl het wel waait. Ja. En omdat wij dus met deze normale wind leuke dingen kunnen doen, hebben wij qua windkracht geen gevaar. Je kan er heel lelijk vanaf vallen, maar de windsurfers, de kitesurfers, zoals, je ziet ze niet, want er valt nu niks te doen. Ze hebben nog meer wind nodig. Ja? Dus zij gaan met grotere vliegers met meer wind het water op, wat theoretisch op die manier gevaarlijker is. Maar het gaat verschrikkelijk veel goed. Gelukkig wel. Net als op straat, er gebeuren ongelukken, maar het gaat heel vaak goed. Ja, en hier zijn net al autorijden gevaarlijk. Laten we daar maar op houden, ja. Wat is het mooiste? Hoeveel uur doe je dat per week? Ik heb vorig jaar 200 keer gekijkt. Ja. En dat is 2-3 uur per dag. En dit jaar, volgens mij is het kitesurf sessie 138 dit jaar. Dat is verslavend. 100%. Ja? 100%. Jij dat ook? Ik kan het gewoon kijken. Ik wil het weer. Oh. Vind je dat Emiel dat doet? Hartstikke goed. Ja? En de aanhouder wint, dus Emiel gaat gewoon winnen. Want hoe lang duurt het voordat je het een beetje onder de knie hebt? Heel persoonlijk. Jochies van 21 stappen op varen weg. Ja, maar als je 52 bent, zoals ik? Ja. Dan heb je een learning curve. Dat kan dagen zijn, dat kan weken zijn, een maand. Ja. Dat kan ook nooit. Die bestaan ook. Ja? Oh, dat heb ik 8 jaar. Binnen 8 jaar denk je wel dat ik onder de knie zou krijgen. Met een lesje van mij, binnen 3 lessen. Ja? Ja, kom op zeg. Hey. En het is niet gevaarlijk als je oud bent? Nee, dan ben je ook heel wijs, zeggen ze. Dus dan denk je wel na voordat je wat geks doet. Ja. Ik mag jullie toch vragen nog. Ik heb een film ook een klein stuk, maar ik wil het heel kort houden. Maar als je even uitlegt wat het is, ja? Ja. Maar statisch? Hè? Statisch? Statisch? Ja, dus hier? Ja, dus ik heb wat statisch. Dan vraag ik even aan jullie van kom. Even kort. Oh, de pak ik van jou, hè? Ja, nu is team weer goed. Mag ik jullie allebei een foto maken? Wij zijn klasgenoten van vroeger. Ja, brugklas 1983, jongens. Those were the days. Daar moet je niet zo lang over doen, hè? Ja, ik word hier helemaal weg in werk, man. Ik ga je vast houden, hè? Heel goed. Jazeker, dit is de zogenaamde hydrofoil. En dat is voor oude mannen? Dat zeggen ze, maar... Ik moet nog even opnieuw doen. Sorry, ik heb die even niet op. Ja, Gerrit Genooi, dit is toch wel even een heel bijzonder plankje, hè, wat hier ligt. Jazeker, dit is de zogenaamde hydrofoil voor het kitesurfen. En dat is voor oude mannen? Dat zeggen ze, maar het houdt mij jong in ieder geval. En wat is het verschil met kitesurfen? Dit board komt uit het water dankzij de foil die eronder zit, de zogenaamde vleugel. En andere boards gaan echt door het water. Wij gaan met board over het water en met vleugels door het water. Maar het lijkt wel alsof je een beetje over het water snijdt, hè? Ja, het vliegen. Ja, want er zit een klein plankje onder en het lijkt wel een beetje alsof je over het water loopt, hè? Zou je kunnen zeggen, ja. Het is letterlijk een vliegtuig waar je op staat. En met je voeten sta je op een boord, zoals we wel meer kennen. Maar de onderkant heeft een mast en een vleugel.
En ja, die doet eigenlijk het werk. Het is een heel oud concept, maar met de nieuwe materialen, zoals carbon, is het nu heel handzaam. 6 kilo weegt het hele apparaat. En het is ongelooflijk wat je ermee kan doen. Ja, en iedereen kan het doen, zelfs als je al 50 bent. Hè? Volgens mij gaat het prima lukken. Ja, ja. Ja, ja. Jij bent zelf ook 50? Ik ben dit jaar 50 geworden. Ja. Maar is het gevaarlijk? Niet ongevaarlijk. Nee? Het kan heel hard gaan. Ja. 60 per uur is op zich goed te doen. 60 km per uur. En dat doe ik dan een keer. Maar er zijn ook mensen die 70 en wel harder gaan. En als dan een touwtje breekt, kan er zo'n parachute van zo'n vliegen? Ja, dan moet je naar de reparateur, hè? Ja, maar dan kan je toch ook wel behoorlijk klappen, denk ik, als je hoofd zweeft. Absoluut, ik viel net nog eigenlijk heel normaal, maar toch onhandig. En het kostte mij een gekneusde duim, denk ik, met een klein beetje bloed. Maar ja, it's all in the game. Ja, en als laatste vraag, wacht ik zo. Wat is de kick van deze sport? Snelheid, natuur, wind, water, vrienden. Ja, iets onbeschrijfbaars in ieder geval. Dat maakt het ook verslavend. En dus leuk. En ja, ik sta hier voor de zoveelste keer deze week. En met veel plezier. A way of living? Zeker. Ja? Zeker. Vaak doe je het per week? Per week, 200 keer per jaar. Dus je bent verslaafd? Ik ben bang voor wel, ja. Nou, laten we eens even je kunstje zien. Hartstikke goed, ik ga weer aan het werk. Wat een goed iets op, maar ze ja, moet hem laag houden, of hoog? Nee. Kun je even achter me staan? Ja. Nee, wacht, ik moet achter me staan. Oh, jij komt achter. Ja, laten we het woord maar even niet wachten. Nou, het waait weer ontzettend goed. Zelfs iets te goed. En ik denk dat het waait weer ontzettend goed. Ik denk dat ik nog maar eens het water op ga. Kan niet beter hier bij de hurkende man. Item wil over het Mobile Kite Hostel, dan moet je hem hebben. Ja, neem ik even één ding op. Het hey, belangrijkste eerst, hè? Ja, zeker. Nee, ik speel een beetje vals, want ik heb ook een winkel, dus het zijn allemaal klanten van mij. Oké, waar zien jullie? Nou, dat ziet er niet goed uit, dat is de kite allemaal aan het doen. Ga je erin gaan? Ja, voor jou wel. Ja, succes, dankjewel. Bijna. Zeg het, je e-mailadres. Gerrit, apenstaartje, kiteoutlet.eu. Oké, stuur het even. De sticker, de auto staat op het strand. Dus dan heb je een URL. En misschien een mooi logootje. Stuur het even een filmpje door dan. Ja, geen probleem. Heb je wel een. Zal ik je 06 geven? Is dat ook ja, heb ik 06 maar. 06-267-124-62. Oké. Okay. En mijn hele YouTube kanaal barst van de filmpjes. Ja, is goed. Maar als je echt materiaal wil hebben, dan... Ja, volgens de cijfers. Nou leuk, dus Radio 5 zo. Ja, en Jeroen van Inkel. Van Inkel! Ja. Rinkel de Kinkel! Nou, doe hem de groetjes. Ja. Komen we van de week Jurgen Rijman nog tegen. Ik zou het trouwens nog wel even zeggen. Ja. Jeroen, die is ook van de snelheid. Jeroen is ook van de snelheid, hè? Is het niks meer hem, denk je? Oh, snelheid, dan moet je Gerrit even bellen, want dan gaan we kitesurfen. Ja? Ja, kom op. Dus Jeroen van Inkel is gewoon welkom. Ja, ik weet niet wat voor snelheid hij nu doet, maar ik heb snelheid voor hem. Bosjes. Bosjes snelheid. Oké. Okay. Met waterkoeling. Met waterkoeling? Ja, voor jou wel. Oh, deze stuntman moet even...
Ja, wat gaan we doen? Nou, loop even naar beneden.
Dat was hoog.